wel gaan praten namelijk met Maya Porsch. En dat heeft een reden. Duitsland is het eerste land in Europa waar vanaf vandaag baby's het stempel onbepaald geslacht kunnen krijgen. En baby's die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben, hoeven niet direct als jongen of meisje te worden aangeduid. Zover zijn we in Nederland nog niet. Maar dat zal misschien wel komen. Jij werd geboren als Thijs Porsch. En nu heet je Maya Porsch. We hebben in het begin even gevraagd wat interseksualiteit is. Je hebt dus zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtkenmerken. Kun je ze benoemen? Ik heb dat kort benoemd eigenlijk. Gewoon penis, vagina. Ik heb gewoon een vrouwelijk figuur met alle heupen. Ik heb borsten. Verder heb ik niet veel eigenlijk. De mannelijke kant is er heel weinig aangelegd boven een penis. Geen prostaat en dergelijke. Vrouwelijke kant heb ik geen baarmoeder. En ik heb mogelijk eierstokken in aanleg. Maar verder is ook niet gekomen. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 30. Ja. Heb je baardgroei? Heel licht. Ja. Want ik had iets wat op testikel leek, maar die bleken dus bij een thuisbiopsie dus ook in aanleg te zijn gestopt. Ja. Heel laag testosterongehalte. Dus dat is ook nooit op gang gekomen. Godzijdank. Zullen we even naar het begin gaan? Want zoals Paul zei, je bent geboren als Thijs. Je ouders hebben jou die naam gegeven omdat ze ervan overtuigd waren dat jij een echte Thijs was. Hè? Blijkbaar. Een jongetje. Ja. Hier zien we jou. Als jongetje van, wat ben je daar? 5, 6, 7. Zoiets, ja. Werkend op de boerderie, geloof ik ook. Ja. Gewoon een stoere mannenomgeving. Ik had 2 broers. En het was gewoon, ik had 2 broers, eigenlijk voldoende. Ja. En wanneer sloeg de twijfel bij jou toe dat je dacht van, ik ben anders dan de broers? Terugkijkend was het al dat ik 1 jaar of 5, 6 was, ongeveer die leeftijd. Dat ik dus al, zoals mijn moeder dan ook al aangaf, tegen die tijd werd ik gewoon van een heel vrolijk, open kind, werd ik stiller, meer teruggetrokken. Maar toen was er nog niet duidelijk dat je interseksueel was? Het was niet duidelijk. Maar had je moeder, die zag je wel bloot, neem ik aan? Okay. Er was niks zichtbaar, zeg maar, want de vrouwelijke kant, de vagina, die was dus niet zichtbaar, want de schaamlippen waren vergroeid, dus gewoon het was afgesloten en je zag er niks van. En kinderen lijken allemaal natuurlijk een beetje op elkaar. Want ik bedoel, jongen of meisje trekt de ene kleding aan, de andere kleding. Ja. En dan is het jongen of meisje. Ja. Dus makkelijk ligt het meestal, dus dat viel niet op. Eigenlijk pas in de puberteit werd het voor mij een beetje vreemd. Want ik kreeg toen zowel mannelijk als vrouwelijke secundaire geslachtskenmerken. Dat betekende dat je bijvoorbeeld borstgroei kreeg? Ja, dus probeer me uit te leggen waarom je als jongen borstgroei krijgt. Ja. Waarom je dus je kleding begint steeds slechter te passen, want je hebt jongenskleding en dat is toch een heel andere confectiemaat dan voor een tienermeisje. Dus ik heb dat heel lang volgehouden. Wat gebeurde er in je hoofd eigenlijk? Ik werd gewoon steeds meer teruggetrokken. Ik begon me steeds meer te richten tegen alles eigenlijk wat met seksualiteit, geslacht, alles te maken had. Je wilde niks meer met je lichaam te maken? Ik stelde me helemaal voor af, inderdaad. Ik werd steeds meer teruggetrokken. Ik richtte mij meer op intellectuele zaken. Ik sloot me eigenlijk helemaal af van alles wat met een lichaam te maken had. Heette je nog Thijs? Wat zei je? Heette je nog gewoon Thijs? Of dacht je al van, ik wil eigenlijk een vrouwennaam hebben en een vrouw worden? Ik had wel dat... Iedereen vraagt dat aan zijn of haar moeder, ouders, van hoe had ik geheten als ik het andere geslacht was. Ja. En ik weet wel dat toen mijn moeder het ook vroeg. En dat ik toen hoorde van mijn moeder, die had mij anders Maaike genoemd. En ik voelde zo'n steek van verlangen destijds. Dat ik had van, wauw, dat had ik graag gewild. Ik had het toch wel, maar ik heb nooit gehad. Niet zoals bij transgenders bijvoorbeeld, dat je dan de kleding van de andere geslacht aan wil. Dat heb ik pas... Dus bij mij heeft het de hele tijd geduurd. Wat ik make-up ben gaan gebruiken, dat heeft jaren geduurd. Ik kom ook terecht bij die vraag van wat is nou een echte vrouw, wat is een echte man? Maar je bent dus van een jongetje dat we net zagen, ben je nu zichtbaar een vrouw. Dus dan zou je kunnen denken, waarom heb je dan ook niet een operatie gedaan die van jou een echte vrouw maakt? Hele eenvoudige vraag, een heel complex antwoord. Ik wilde eerst weten wat er met mijn lichaam aan de hand was. Want ik had duidelijk het vermoeden dat er met mijn lichaam iets aan de hand was. En toen ik eerst achterkwam van dat ik een vrouwelijke rol liever wilde beleven, toen ik een jaar of 21 was, dus 2005, toen begon ik op zoek. Ik wist ook al van dat transgenders bestonden, want iedereen weet dat transgenders bestaan. Maar op internet kwam ik iets tegen wat ik niet kende, intersex. Toen ben ik daarnaar gekeken. Wikipedia, fantastisch. Symptomen vergelijken. Echt naar mezelf, mijn eigen lichaam in de spiegel gekeken. Wat ik nooit eigenlijk sinds het begin van de puberteit gedaan had. En dan kom je achter van...
meetlint. Vrouwelijke confectiematen. Behoorlijk standaard, perfect eigenlijk, waar menige vrouw jaloers op is. En van daaraf ga je eigenlijk zoeken. Antwoorden. Toen ben je uiteindelijk ook... want ja, je kunt een oppervlakkig gezien kun je een aantal dingen bekijken voor de spiegel. Maar er gebeurt ook van alles in jouw lichaam. Ja. Daarvoor ben je naar het ziekenhuis gegaan, neem ik aan? Ik ben naar het VUMC, Gender Team, in Amsterdam gegaan. En wat troffen ze daar allemaal aan bij jou? Zij hebben eigenlijk geen onderzoek gedaan. Ze hebben een oppervlakkig uitwendig onderzoek gedaan. En daar was de conclusie van, jij bent niet intersex. Jij bent gewoon transgender. Ze dachten, dus een jongen die een meisje wil zijn. Ja, dat was de gedachte van dat ik gewoon biologisch een man te zijn. Dat hebben ze dus continu ook volgehouden. Ja. Ik ben, maar ze zagen het toch ook jouw borst groeien, of niet? Het was vrij licht. Het was niet dat ik, zeg maar, wat ik nu heb bijvoorbeeld. Want ik heb een laag oestrogeenniveau voor een vrouw. Dus dat heb ik moeten compenseren. Ja. Mijn lichaam had niet voldoende natuurlijk oestrogeen om dat zelf aan te maken. Dus het was nog iets wat je weg kon denken. Maar je bent ze niet een foto maken, waardoor ze binnenin je konden kijken? Een MRI-scan. Ja? Dat heeft men niet willen doen. Ik heb erom gevraagd, was niet nodig. En uiteindelijk heb ik in eind 2007... toen ben ik dus heb ik op eigen kosten heb ik in Duitsland, in een privékliniek, heb ik een MRI-scan laten maken. Half uur later kreeg ik de uitslag. De radiologe die daar zat. Dat is echt het meest verschrikkelijke moment in je leven wat je kan meemaken, zo'n uitslag. Maar het was echt zo... Die radioloog had nooit zoiets gezien. Ze was helemaal dol enthousiast. Zo van, ben je niet geopereerd, niks gebeurd, niks, niemand aangezeten. Zo van... Je was een interessant onderzoeksobject of zo. Zeker. Maar wat zagen ze? Ze zagen natuurlijk de penis daar, maar ze zagen ook een blinde vagina. Een blinde vagina? Ja, dus helemaal gewoon aan de buitenkant afgesloten. Dus dat er geen ingang uitwendig aanwezig is. En dat heet dus een blinde vagina. Maar er zat gewoon een vagina die gewoon van de bovenkant van de blaas... gewoon normale locatie van waar normaal gesproken dus de baarmoeder begint... tot helemaal naar beneden toe. Zat er gewoon. En dat was eigenlijk... En wat deed die informatie al? Want je zei net, ja, dat is het meest verschrikkelijke moment wat je kan meemaken. Maar waarom eigenlijk? Nou, meer van dat je... zeg maar het moment dat je eindelijk achterkomt van wat er... daarbinnen zit, welke organen je hebt, wat je toekomst zal zijn, wat de mogelijkheden zijn, wat je dromen, wat alles eigenlijk van dat moment. Dus dat was heel eng. Ja. Het was een bevestiging voor wat je natuurlijk al die tijd al voelde. Ik vermoed het, want ik kon door de huid heen kon ik ook al voelen dat er iets zat. Dat het niet zoals bij een man, dat het gewoon hard was, dat er eigenlijk niks zit. Want ik bedoel, er zijn genoeg anatomieplaatjes beschikbaar, je weet wat eronder hoort te zitten. En dat was het bevestiging. Ik liep gewoon op wolken de rest van de dag. Maar het merkwaardige is dat het ene ook, dat het andere ook zo zichtbaar is. Want die piemel, die zat er ook. Ja. Daar hoeft hij niet naar te zoeken. Nee. Vergeef mij mijn biologisch-mechanische vraag. Sorry hoor, het is niet lelijk bedoeld. Maar wat is er nou uiteindelijk mis? Heb je andere chromosomen? Ben je XY of XX of XXX of wat ook? Of is er bij de embryologische ontwikkeling iets fout gegaan? Of weet je het niet? Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen, want men wil nog geen onderzoek doen in Nederland. Dat zal in Duitsland moeten gebeuren. Maar ze willen ook niet naar je chromosomen kijken? Of je iets anders dan XY of XX? Ze hebben gewoon een regulier chromosoomonderzoek gedaan op één weefselsoort, dus witte bloedcellen. En daar kwam gewoon XY uit. Maar goed, als je in de literatuur kijkt, kom je gevallen tegen van hermafrodieten die dus een XXXY-patroon hebben. Dus zeg maar twee... Het komt volgens mij veel vaker voor dan we denken. Ja. Want ik heb voor mijn boek ook daar onderzoek naar gedaan... dat in heel veel culturen een derde gender vroeger heel normaal was. Ja. En dat eigenlijk met kolonialisme weggevaagd is. Precies, ja. En dat er dus die tussenvorm tussen man en vrouw, dat dat... geaccepteerde gender kan zijn. Nu even over die tussenvorm, want die heb je fysiek gesproken. En die wil je ook, zoals op de vraag van Paul eerder al, die wil je ook graag houden. Je wil niet een operatie in je lichaam teweeg brengen om iets te verwijderen. Je wil er eigenlijk alleen iets bij, toch? Ja. Nou, erbij, zeg maar, bruikbaar maken wat er is. Vandaar heb ik dus gewoon stad en land afgezocht. Nederland, ik ben elk ziekenhuis een beetje afgeweest waar een betreffende specialist aanwezig was. Om te kijken van of ik dus die hersteloperatie kan krijgen, want daar gaat het om. De vagina zit er en moet dus schaamlip worden aangemaakt. De ingang van de vagina moet dus aan het perineum, zoals het heet, worden bevestigd. Klaar, hersteloperatie. En gaan ze dat doen? In Duitsland heb ik een chirurg gevonden die bereid is om dat te doen. Dus, en dan word je dus meer vrouw?
Maar je blijft die mannelijke geslachtskenmerken houden? Ja, want dat is, het is gewoon voor mij. Ik bedoel, ik zie het niet eens als mannelijk. Maar wat voor voordeel heeft zo'n piemel nog als je hem niet gebruikt? Ik gebruik maar wie zegt dat ze hem niet gebruikt? Dat dat wou ik uitlokken. Ja. Weet je hoeveel vrouwen er gewoon... Je hebt allemaal van die trucjes, je krijgt van bij die urinaars en zo... zie je gewoon van allemaal vrouwen die dus van die vreemde tubes... dan van die plastic tubes gaan verzinnen nou, of zo. Dat niet. Je gewoon in het wild van... Terwijl jij eigen gereedschap meeneemt. Ja, precies zo van, wat is er op tegen? En als ik dan toevallig, dan heb ik een krijg als ik een relatie krijg... en daar is het ook wel praktisch in, dan is dat een bonus nog erbij. Maar, en ook natuurlijk, een hele grote bonus, want ik bedoel, het is een beetje een ontwerpfout eigenlijk, goed beschouwd. Maar minder blaasontstekingen is toch ook wel heel fijn eigenlijk. Maar heb je overwogen om het gewoon te accepteren zoals het is? Dat je niet het een bent en niet het ander bent. Dat je denkt van, nou, ik ben gewoon iets anders. Ja, lekker pup. Ik ben mezelf. Ja, maar ben je gelukkig zoals je nu bent? Of zeg je van, ik kan nog gelukkiger worden? Na die operatie, denk ik, als het gewoon gelukt is... dan ben ik in principe medisch klaar. Dat was het. En voor de rest hoeft voor mij... coöperatie helemaal niks meer te gebeuren. En dat was alles wat ik wilde weten. Alles wat hoeft te gebeuren. We hadden jou uitgenodigd om hierover te praten... naar aanleiding van het feit dat in Duitsland... er dus nu de keuzemogelijkheid is gemaakt... naast de man en de vrouw... Ja. Om ook deze derde mogelijkheid te hebben. Dat is in Nederland niet zo. Klopt. Dat betekent dat jij nog wel een aantal problemen tegemoet gaat. Als je bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap wil... of een huwelijk of wat dan ook. Want dan zul je toch ergens een soort keuze moeten invullen. Man of vrouw. Ik sta gewoon geregistreerd op mijn paspoort als vrouw. Ja. En dat is, die keuze heb je dus al gemaakt? Heb ik al gemaakt. Want ik vind gewoon van, kijk, het is voor... als een babytje geboren wordt en je weet niet wat het is... dan moet je er gewoon van afblijven. Als er medisch niks aan de hand is, het kan gewoon poepen en plassen... Ja. Dan, dan functioneert het. Het kan krijsen, het functioneert perfect. Blijf er van af. Geslacht is een persoonlijke keuze, heb ik ook gewoon gemerkt. Want als het mij gesleuteld was als kind, vroeger, toen ik nog in 6 maanden was of zo... dan zou ik dat zo afschuwelijk hebben gevonden dat ik daar hulpeloos lag... En dat de keuze gemaakt is voor mij die persoonlijk was. En, dat gebeurt ook in de meeste gevallen? Dat gebeurt continu. Dat gebeurt echt. In Nederland gebeurt het, als je statistieken mag geloven, 1 keer per maand ongeveer. Minimaal dat er dus een kindje op die manier wordt geopereerd. Wanneer word jij geopereerd? Ik ben dit moment bezig om naar Duitsland te verhuizen. Als dat voor elkaar is, dan zal ik dus naar die chirurg gaan. En zal hopelijk die operatie spoedig plaatsvinden. Oké. We hadden het beloofd. Nog 1 keer de vraag. Wanneer wordt die documentaire ook weer uitgezonden? 14 november, bij de VPRO. Oké. Goed. Wij danken onze gasten, Arnold. Jij zal vast wel weer snel teruggaan naar Mali. Want dat is nu wel een aardig werkveld, hè? Om daar nog in januari moeten de jongens er zitten. Dus ja, ik blijf dat gewoon volgen. Kijk, nogmaals, ik ben dus niet tegen Nederlandse militairen. Jij weet wel dat dit de eindtune is, hè? Dat ik vind toch dat we er wat kritischer naar mogen kijken.